Helemaal leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je binnen 5 minuten en heel gemakkelijk een onderlijntje maakt. Let's go! Vergeet natuurlijk zeker niet even een blauw duimpje omhoog achter te laten, deze video te delen en op dat rode abonneerknopje te drukken hier beneden. Nou, wat je nodig hebt is fluorcarbon. Ik gebruik hiervoor 40/100ste fluorcarbon. En ook nog heb je een schaar nodig en een speldwatteltje. Door middel van een speldwatteltje kan je heel eenvoudig en snel van kunststaas verwisselen. Oh ja, en je hebt ook nog een watteltje nodig. Ten eerste pak je wat fluorcarbon en daar knip je dan ongeveer 40 centimeter vanaf. Nou, je schuift het watteltje over de lijn. Zo. En dan maak je het watteltje vast met deze knoop. En dan trek je de knoop goed strak. En dan zit het watteltje op de lijn. En nu knip je dit overige stukje eraf. Je moet hem natuurlijk niet te kort afknippen. Nou, dan heb je het watteltje op de lijn. En dan schuif je ook het speldwatteltje op de lijn. En dan maak je hem ook weer met die knoop vast. En dan trek je hem weer goed strak. Nu knip je het overige stukje fluorcarbon weer af. Weer niet te kort. En dan ben je nu klaar om te gaan vissen. Oh ja, en hebben jullie nog ideeën wat ik met dit logo kan doen? Ik kan hem bijvoorbeeld inkleuren helemaal of... Ja, zeg het dan even in de comments. En vergeet natuurlijk ook zeker niet even deze video te delen, te abonneren en een duimpje omhoog achter te laten. En dan is het tijd om te gaan vissen.